voor onze haak. Wij komen kaal of kam. Daar hebben we er eentje. Baby Lucette. Het is wel lekker, dat is lekker een kale knikker. Daar kan ze mee spelen. Modelletje inblijven. Dat is knap van grote. Ah, hoor. Dus een lege hoek van. Waar gaat die mee dan? Vanaf, Oh jongens. Het heeft een kus worden. Dat is best wel lange plukjes hoor. Ga niet kaal. Ga niet doen hoor. Zeker weten. Wel gezond voor je haar. De pizzeria. Dat cool. Invlecht. Een hele goede morgen. Wij zijn de Valleyhuis Familie Vloggers. En jawel, het is vandaag donderdagochtend. De kids hebben al lekker ontbeten, mama en papa ook. Nu wel zullen gaan naar de basisschool. Luxie gaat lekker naar het kinderdagverblijf. Zo, ook een hele goede morgen vanuit mij. Ja, ik was alweer een tijdje wakker. Want ik was gewoon heel vroeg wakker. Dus ik heb ja, wat is er? Mama. Mama doen? Oh. Ach, wat goed van jou, liefie. Ik was al een tijdje wakker en ik heb gewoon even beneden een beetje zitten keutelen. Maar dan, ik weet niet of je dat kent, dan vliegt de tijd. En op een gegeven moment denk je, oh nee, het is tijd om de kids aan te kleden en brood te smeren en het hele ochtendgebeuren te doen. Dus vandaar dat ik nog even boven was, want ik had mezelf nog niet aangekleed. Maar de kinderen gaan weer naar school en Luxie die gaat naar het kinderdagverblijf. En mama en papa die gaan vandaag weer lekker naar de... Sauna. Nee, de sauna. Daniel en ik trekken ons weer heel eventjes lekker terug, jongens. Even ons ontspannen, relaxed relatiemomentje, wellnessmomentje. Dat we even samen naar de wellness gaan. En straks als we uit de wellness komen, dan gaan we de kinderen weer ophalen van school. En dan gaat Luan... naar de kopper. Kaal! Gezondheid, Luxie. Gezondheid, Luxie. Maar voor nu eerst nog heel veel plezier op school. Beetje mooie kersttrui aan. Ja, jongen? Ja. En ik de kerstman. Ah, jij met je jurk. Ja. Dag, Luxie. Heel veel plezier, kinderen. Doei, doei. Tot vanmiddag. Tot vanmiddag. Mis jullie? Ik ga jullie nu al missen, hè? Jullie papa ook? Ja. Oké. Okay. Tot straks. Doei. 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 Ja. Want wij gaan even lekker chillen in de sauna en wij zien jullie straks weer. Doei. Tot vanmiddag. En daar zijn we weer met het zonnetje. Weer lekker terug van de wellness. En we zijn eventjes even langs huis gereden. Even Woezoe en Pip opgehaald. Want we gaan nu de kinderen ophalen van school. Even van het kinderafverblijf. En dan gaan we door naar Tante Mirjam. Want Tante Mirjam is onze kapster. En dan gaan we eventjes, ik denk ook mijn puntjes even een beetje knippen. Mijn puntjes ook. En Luan die gaat kaal. Ja, die wil kaal. Ja. Weer helemaal kaal. Kaal of kammer. Dus we gaan nu eerst even de kinderen ophalen van school. En door naar Tante Mirjam. Woezoe wil ook kaal, hè Woezoe? Nee, Woezoe dat we niet kaal. Winterfax van even warm, hè? Pip? Woezoe zit net zo lekker in zijn wollevachtje. Dan moet ik even naar Pipje, hè? Pipje in deugd. Ja, Pip zit in... Pip, heel schattig. Pip zit in de stoel van Luxie. Hé, hey, Pipje. Pipje. Hé, hey, Pip. Zit je er lekker? Ja, hè? Yeah. Wie is daar? Luxie. Luxie. Was dat leuk? In de klas? Ja. Ja. We gaan weer nu Luan en Lucille ophalen. Ja. En dan naar de neefjes. En dan naar de neefjes. Gezellig. Wie zit er in jouw stoel? Dat was mijn Pip. Hey. Zit Pip in jouw stoel? Hoe is Pip gaan slaan? Luxie gaat er zitten. We gaan even naar Tante Mirjam. En dan gaan we voor onze haartjes. Want mijn haar zit nog wel een beetje wild. Dus we gaan even naar onze tante. En dan gaan we ook zeker even spelen met onze neefjes. Tot straks. En het was heel erg leuk op school. Dan nog maar een keer, Lu. Oh, daar is ze al. De sleutel ligt naar boven. En Pupje wil ook helemaal aan poesenplaats. Hallo. Hallo. Wij komen kaal of kammen. Ja hoor, ik ging eerst eventjes bij je tante Mirjam onder de knip. Papa ook kaal, hè? Ik wil helemaal kaal, denk ik. Maar gewoon als een biljartbal. Kan het? Als een biljartbal. Kammetje nul. Kammetje nul. Wil je ook kaal? Zullen we gewoon even lekker kaal gaan? Nou, papa gaat in zijn leven. Speel jij maar lekker met je neefjes? Ja, en je zus? Ja, nu was het helemaal kaal. Ja, we willen helemaal kaal. Wat is dat dan? Gaan we lekker aan de snoeperij hier? Kijk, dit is een lekker. Oh, dat is wel lekker. Maar dat, de Lucilla lust dat niet hoor. Nee, ik wel. Nee, lusje. Nee, kijk er. Er zit wel heel lekker in. Nou, dit is voor van vader en die gaat nu naar boven toe. Nou, succes hè. Moezel en Pip niet achter de poesjes aan, hè? Ze hebben hier poesjes. Die poesjes zitten onder de bank. Zitten ze onder de bank? Ja. Oh. Kijk, ze hebben hier ook de kerstboom staan.
mooi. Doe maar kijken met de ogen. Maar dat is de boom van Tante Mirjam. Uit de buurt blijven van de kerstboom. Ja, lees er nog ook niet de kerstboom, Woezelpip. Eens even kijken, waar zijn de poesjes dan? Waar zijn de poesjes? Oh, ik zie ze. Kijk, onder de bank. Luxie moet alleen wel leren dat ze niet... Woezel en Pip, die is natuurlijk zo gewend om zo vast te pakken en te knuffelen. En die doen helemaal niks. Alleen deze poesjes, die zijn dat dan niet zo gewend. Dus die vinden dat niet zo leuk. En die schieten onder de bank. Kijk, hier zijn de poesen. Kijk, daar hebben we er eentje. Ze hebben er totaal 3. 1 mama en 2 kindjes. Hallo. Zit je onder de bank? En dat zou ik ook doen als ik Woezel en Pip zag. Weet je, die kindjes zijn gegroeid. Ja, die zijn geen kittens meer, hè? Maar is die lekker? Baby Lucilla. Baby Lucilla. Wil Luxie er ook een? Vraag maar even aan Joa. Joa, mag Luxie er ook een? Ga met Joa mee. Een rode en een paarse. Welke wil je? Kom maar, doe ik de roze? Oh, nee, één mama hem hoor. Ja, mama baby. Mama baby? Baby. Nou, is het toch wel lekker. Luxie is altijd een beetje hangerig als ze een hele dag bij het kinderdagverblijf is geweest. En ik wist wel dat ze het wel lekker vond. Hé? Even lekker snoepie, hè? Je is toch wel lekker als een speentje? Dat is wel lekker, dat is wel lekker. De juffrouw vertelde vandaag dat jij bij haar in slaap was gevallen op de arm. Ja, Luxie heeft haar middagslaapje gedaan bij de juffrouw op de arm. Wel een uur lang, zei ze. Dat vond de juffrouw helemaal niet erg. Schatje. Hey, Sil, heb je gezien? Ze hebben hier een open haard. Kijk, ze hebben hier een open haard. Zie je dat? Die staat er nog steeds, de open haard. Kijk, nou, we moeten natuurlijk wel even een goede... voorshot maken van Luan's lange koep. Want Luan's haar die groeit altijd heel erg leuk. Zo de scheiding naar die kant. En als zijn haren te lang worden. Dan gaat deze look gaat zo. Deze lok gaat zo voor zijn ogen. Dan zit ze iedere keer zo. Heel stoer zo. Dat doet hij dan. En dit haar hier aan de zijkant. Hoe noemt Tante Mirjam dit haar? Eigenwijze haar. Eigenwijs haar. En dan zegt Tante Mirjam, ja, Luan, je hebt weer eigenwijs haar. Want als het te lang wordt, als het te lang wordt, dan wiept het zo naar de zijkant. Maar dat heb ik ook. Mijn haar gaat ook zo naar de zijkant. Wat dat betreft heb je een beetje mijn pluizige haar. Dus dit moet dan weer een beetje kort geschoren. En dit weer een beetje mooi zo. Nee, maar we gaan helemaal kaal. Ja, oh nee. Nee, het ging helemaal kaal. Een lekkere kale knikker. En jongen? Ja. Al het haar eraf. En dan heb je een lekker kaal kopje. En dan hoef je helemaal niet naar de... Herman, ik ben wel benieuwd hoe mijn kale kop er dan uitziet. Een beetje zoals je werd geboren. Toen was je ook kaal. Nee, Daniel die wil altijd... Daniel is echt heel erg van het gemakkelijk. Die wil altijd standje 1, zegt hij dan tegen zijn zus. Ja, doe maar standje 1. Maar wij allemaal, zijn moeder en zijn zussen en ik, vinden dat nooit echt mooi. Wij hebben zoiets van, Daan, doe toch een mooi modelletje erin. Maar Daniel die zegt van, nee, dan moet ik zo vaak naar de kapper. Dan moet ik het een keer met jou goed doen. Doe maar lekker kaal. Dus Luan zegt, nou pap, dan ga ik ook wel lekker kaal. Hoef ik niks 's ochtends in de ochtend te doen, hè Lu? Geen gel te gebruiken, gewoon zo hop, uit bed. Kleren aan en gaan met uw naam. Dus Luan gaat ook lekker kaal, hè, jongen? Ja. Lekker kaal knikkenbolletje. Ik ben benieuwd hoe het jou staat. Dat is een mooi kribbetje, hè, schatje? Daar kan ze mee spelen. Zo, nou, de neefjes willen even de kerstboom laten zien op de kamer. Dan kunnen we meteen eens even kijken of papa al kaal is. Oh, nee, hè. Oh, nee, hè. Oh, jee. Zo kaal wil ik het. Kijk. De kale knikkenbol. Mijn zus zei zo kaal doen we maar niet. Nee, zo kaal doen we dat nooit, hè. Er moet nog wel een klein modelletje in blijven. Heerlijk. Ja, enigszins stoombaar blijven. Hij vindt het zelf helemaal niet erg, maar wij moeten er allemaal naast lopen natuurlijk. Ja. Zouden we dan ook doodschalen? Ja. Dus bovenop laten we het wel een beetje in een modelletje. Hou een eilandje. Nou, een eilandje. Dat van de oudste Vita-woord kapsel. Gewoon dat Johnny Moet ik jou ook kaal scheren? Nee. Want deze pluisjes zijn weer heel zuinig. Oh, Lucilla ook hoor. We gingen hierheen, maar mama toch niet bij mij, hè? Nee, helemaal zwart. Ze hebben een boompje op hun eigen kamer staan. Net als Luan en Lucilla. Kijk, hier zijn we de grote neefjes. Kijk, mooi. Kijk, Sil, zo heb jij er ook, hè? En Micha dan? Is Micha hier? Is jouw kamer... Oh, waar is jouw boompje?
Heel erg mooi. En kunnen de lampjes ook aan? De batterij is helaas weg. Ik heb een echte sportmat. Ja. En daar moet ik breakdance oefenen op. Oh ja. Oh. Micha zit op breakdance, hè? Ja. Kun je zijn move laten zien, jongen? Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe die gaat. Ja. Oh, kijk dan. Wow. Oh, Micha. Wauw. Jeetje, zie je dat? Ja. Knap hoor. Zo, heb je dat geleerd? Heel stoer. Maar dat kan ik ook hoor. Nou, laat zien. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Nu moet je lolly even uit je mond. Geef die maar aan mama. Wil jij die? Amiga, ik weet niet of dit goed gaat, Amiga. Ja, dus... Hoe ga je dat doen, jongen? Oh, ja, kijk, dat is het verschil. Micha heeft geleerd hoe je dat moet doen. Kijk. Ja. Auw. Nee, dat wordt hem niet. Hier wel. Dat wordt hem wel. Maar deed Micha dat zo of niet? Volgens mij deed hij dat anders. Hoe deed jij dat? Volgens mij ging Micha eerst op zijn hoofd staan. Oh ja, en dan kroop hij naar boven. Kijk, Yo. Ja, daar kom je toch van terug, hè, jongen? Ja. Daar kom je toch van terug. Je zit ook op freestyle. Hè? Je zit ook op freestyle. Echt? Dat is ook dansen. Dat is dansen, maar dan mag je zelf weten wat je moet doen. Oh, daar heb ik ook een paar dingen geleerd, zoals dit. Oeh, dat zit er heel freestyle-achtig uit, hè, Mich. Zo. Kijk. Mich. Mooie Luxie. Oeh, die is vet. Wauw, Micha. Dat is knap van grote neef, hè? Die kan mooi dansen. Naar een andere kant gaan. Zo. En kan je ook zo? Zo. Dit is de Lego hoek van Micha. Maar dit ziet er ook wel echt heel cool uit. Ja, je moest kijken wat er boven je hangt. Ja. Woe! Dat is een echte helikopter, Micha. Ja, kan die echt vliegen of niet? Ja, er zit wel geluidknopje aan. Oké. En kijk, mooi hoor. En dat is de programma. Dus dan ben ik op het einde level. Oh, je bent hier echt een spel aan het spelen. Ik ben er echt mee aan het spelen, ja. Hij is hier echt mee aan het spelen. Kijk, deze is ook heel cool. Ja. Zit ze ook allemaal in? Die helikopter. En oh, die kan een helikopter. En dit vind ik ook heel erg cool. Ja, oh, die leuk poppetjes. Hè? Zie je, die schieten zo naar de overkant. Zo. Ja. En Joa, de grootste neef, zit lekker met Lucilla op de bank. Filmpjes te kijken op YouTube. Ja. Kijk. Volgens mij kijkt Luan die ook heel vaak. Ook in opa gaat die meedansen. Oh, echt waar? Gaat dan opa heel lelijk doen. Tot die Wat zie je daar, Luxie? Ja. Wie ligt er onder de bank? Boven. Dat is een poes, hè? Boven. Kijk, ja, jongen. We hebben een heel eng toneelstukje. Wat heb je? Ik heb boven een heel eng toneelstukje. Een toneelstukje? Moet ik komen kijken? Ja. Oké. Maar het is wel over oorlog en die hebben we zelf bedacht. Oh, oké. Maar Luxie kan het wel een beetje eng vinden. Oké. Als ze bij jou is hoeven. Oké. Woes wil niet op de poesjes jagen, jongen. En jij ook niet op de poesjes jagen, hè? Nou, de poesjes die gaan heel snel onder de bank. Als ze Woes en de Pip zien, dus ze doen niks. Nee, Woes al. Zo vader, zo baasje, zo hond, zeggen ze dan, hè? Ik wil ook zo'n mooi kuif. Ja, Woes is leuk zo'n kuifje. En de zijkant glad, en van onder de bovenop Woes wil zeggen, lang. Pa of zus, ik wil een mat. Mat, wat is dat? Van boven kort. Vanachter gelaten. Ja. Kom zie je. Gekke baas. Daar komt Pip ook aan. Die wil ook even kijken. Nou, we gaan eens even kijken bij het toneeltje van Micha en van Luan. Maar wel even een waarschuwing erbij dat het spannend kan zijn van de jongens. Dus Luxie, misschien moet je even je ogen dicht doen. Het wordt heel spannend, zeggen ze. 1, 2. Dit is helemaal donker. Oh, het is helemaal donker. Wow. Jeetje, wat gebeurt er allemaal?
Oh, jongens. Oh, jongens. Zo, dat was een mooie voorstelling. Ja. Ja, cool, hè? Heel erg cool gedaan, jongens. Ja. Nou, Luan, ik roep je zo als papa klaar is, hè? Want dan ben jij in de beurt. Goed, ga je nog eventjes jullie jongens dingen doen. Dat is wel grappig, want dat soort dingen zijn we natuurlijk helemaal niet gewend. Aangezien Luan ook heel veel met zijn zusje speelt. En hij heeft natuurlijk geen andere broers waarmee hij dit soort spelletjes kan spelen. Maar met zijn neefjes wel. Oké, nou gaan we eens even kijken hoe het hier is. Zo, Woezelpipje. Staan jullie ook in de rij? Kijk, Woezelpipjes staan ook in de rij, hè? Ja. Wou die haar lolly likken? Nee, dat is de lolly van Luxie. Dat is de lolly van Luxie. Ja. Ze staalborstels moeten erin bijgewerkt worden. Ja. Zijn erfelijk. Oh ja, die wenkbrauwen. Die zijn erfelijk, die heeft hij van zijn vader geërfd. Ja, dat ziet in een hele harde joekels altijd. Ik noem het boomstammen. Oh, ik noem het dat staalborstels. Staalborstels, ja, dat is ook wel een goeie. Ik hoop dan word ik rijk. Wie wil het uit de haren van Daniel? Dat biesje. Daniel heeft weer een mooie koef. En nu gaan we eens even kijken naar mijn puntjes, mijn dode puntjes. Oh, moet even gekust worden. Kijk, ik heb een beetje dode puntjes. Ze heeft hem al helemaal opgesnoept. Knip ze even af. Ja, ze heeft een lolly gekregen van Joa. Lekker. Lekkere snoeplolly. Je denkt altijd ze is klein, maar dat gaat dan nee. Heel goed in. Nee. Weet je hoe het nou komt? Ik zag bij jou trouwens die staan, die groeishampoo. Ja, deze? Ja, ja. Ja, zeg er wat van. Wat vind jij? Ik zeg nog niks, maar wat vind jij? Ik heb er heel veel baat bij gehad. Echt? Ja. Nou, dit is dus, wat ik hem heb gebruikt, is nu dus de reden dat ik zo droge haar heb. Ja? Ik heb hem vind ook geen fijne shampoo, maar mijn haar gooit het sneller. Goed, echt. Ik heb voor- en na-foto's gemaakt. Alleen maar droge puntjes. En ik heb zo'n hoop gehad, dus ik heb twee van die dingen besteld. Ik maar blijven doen en alles erop en eraan. Maar alleen de shampoo heb je nee, met alles. Met die pot, met het spreekje. En dat dan twee kuurtjes. Dus ik heb het echt nou een half jaar gebruikt of zo. Ja, ik nee, zat van leuning. Maar Daniel is... Alleen, ik moet wel zeggen, op een gegeven moment hield het op bij mij. Zo, maar houdt het gewoon tot hier op en dan is het klaar. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik vond het raar. Maar ik deed er ook nog vaak gewoon een ander maskertje erachteraan. Ook al, okay. Ik heb geen middel. Maar dan heb je gewoon een ander haartype dan mij of zo. Ja, want ik heb zulke droge punten en het is echt niet langer geworden of zo. Nee. Het is misschien langer geworden dan gewoon normaal. Door normaal. Ja. Maar bij mij goed, maar... gesproken. Ja, zie je hoe hier, droog je punten hier zijn? Voelt, hier zit je volume. Eigenlijk is dit gewoon eigenlijk... Ja, niks. Ik heb gewoon geen aanleiding voor lang haar. Nee, sorry. Ik maar moet gewoon doen met wat ik heb. Ja. Ja, nee. Ze heeft al best wel lange plukjes hoor. Aan de achterkant. Ik kan bijna een staartje. Zit ze lekker. Gekke plukken in die nog even weg zouden moeten dan. Zeg maar, bij haar. Één pluk dat je denkt, nou, dat doe je zo niet. Ik zie ze aan barstelen. Barstelen. Oh, leuk, best. Maar nee, ik heb dan liever toch gewoon... Lange haar. Hoe jouw haar zo is. Vara, krijg gezond haar. Wat gaan we doen? Kaal of kammen? Kaal. Dan ben je zoals van, 99 vluchtbalans. En die had ook dat uit. Die, hoe heet die zanger? Dat weet ik niet. Het is een ooit jaren nummer, 90. Nummer van mijn tijd, Sarah. Sarah Connor, of zoiets? Ik ben heel slecht in namen, het zal maar Maar ik ga niet kaal, even voor de duidelijkheid. Nee? Ik niet. Meer. Kijk, de puntjes die zijn ook weer mooi bijgeknipt. Lieve Luan, mama is niet kaal, jongen. Mama is net niet kaal. Of had je gewild dat ik ook kaal ging? Nee. Nee, hè? Jij wel, hè? Mama, zit je te plagen of niet? Ja. We zitten jou te plagen, jongen. Ja. Nou, maar deze koek kan er wel weer even voor mee door. Ja. Nou, dankjewel, Mirjam. Alsjeblieft. Zo, nu is het de beurt aan Luan. Ja, Lu. Wat gaan we doen, jongen? Kaal. Ja, kaal. En dat geloof ik niet. Tante Mirjam gelooft jou niet, Luan. Dat ga ik niet doen, hoor. Echt? Zeker weten? Helemaal kaal? Ja. Doe zo! Ik schrok er zo van, ik ging bijna over je hoofd. Bijna zo'n zoepje nap eruit. Nee, dat was een grapje. Dus wat gaan we doen? Ja, aan de zijkant moet het een beetje kaal. En dit, ja, dit moet echt... Die kuif die gaat elke keer voor mijn ogen. Dat ja, moet dus er dan echt moet hij wel ietsje korter, maar het mag wel lang op blijven hier. Ja. En is het
het dan weer net een beetje als wat Mitchell ook had. Dat een beetje aan de zijkant een klein beetje opgeknipt of meer als raaien. Eigenlijk wat ik net, wat ik eerst ook had. Dit zo kaal en dit dan een heel klein beetje. Ja, en dan deze mooie kuif. Nou, komt voor de bakker, meneer. Komt voor de bakker. Nou, toch een mooie koep erin, hè, jongen. Ja. Niet voor de bakker, beetje hip. Voor de kapster. Voor de kapper, ja. En wat zijn nou je plannen? Ga je nog meer nummers uitbrengen, jongen? Zeker. Ja. Nog een stuk of vijf. Nog een stuk of vijf. En dan ben je binnen en dan hoef je nooit meer te werken. Nou, het kost alleen maar geld, hoor. Ja, dat wou ik zeggen. Had je al gehoord dat je neefje Micha wil solliciteren als hij wat groter is? Ja. Dan wil hij danser worden. Ja, dat heeft hij mij laten zien. Dat heeft hij al laten zien al. Ja, hij heeft al gesolliciteerd. Die muziek heel hard aan. Die lamp meteen uit en ik laat meteen... En wat denk je? Zal dat wel zijn als hij later wat groter is? Nou, ik vind dat het helemaal bij zich past. Ah, ja, dat past bij jou, hè? Ja. Ja. Het is ook hartstikke leuk, hoor, om jou te zien op Top Kids. Mega Top Kids was het toch, geloof ik? Nee, ja. Hoe noem je de Kids dat? Top 20. De Kids Top 20. Ja, dat onthoud ik dan weer allemaal niet, hè? Want ik ben af en toe een klein beetje een oliebolletje. Maar dan is ik vind dit gewoon te lang. Die gaat er even af. Ja, dit is wel... Had mama er graag bij aangewild, dit stukje. Een hele pluk, Lu. En je lange haar. Ja. Oh! Zie je dat? Hoppa! Dag, lange haar. Oeh. Voelt gelijk gekriebel, hè? Oh, die getrild tegen mijn hoofd. Hé! Hey. Hoezo geen haar eten? Zit die haar te eten? Geen idee, ja. Maar dit is ook een haarkapsalon, hè? Ja, er liggen genoeg haren op de grond. Ja. Nou, eerst maar eens even het grove werk doen. Wil je je haren nog mee naar school nemen? Dan kun je kerstengeltjes maken. Lijkt me wel leuk, maar... Het is serieus. Lijkt me wel leuk, maar ik heb twee kinderen die allergie van haren hebben. Oh. Dus lijkt me niet echt voor plan om mee. Nee, doe maar niet. Dat is dan niet zo'n goed plan. Je wil niet op je geweten hebben dat ze gaan niezen van jouw haar. Nee. Ja, dat lijkt me ook heel erg raar. Nee, dat moet ik niet hebben, hoor. Wat lig jij nou weer hier onder de stoel van Luan? Ja, en dan vinden ze dan ook gewoon zo lekker die haren. Ja, ik... Nee. Kijk, ze zit gewoon echt onder de stoel van Luan. Maar hij krijgt ook wel volle haren achterin. Jawel, hè? Het wordt wat voller. Hier, dan had je bijna helemaal niks. Ja. En nu denk ik, nou. Ja, eigenlijk hetzelfde als Luxie en Lucilla. Ja. Ook bijna geen haar. Nee. Het eerste jaar had je helemaal geen haar. Nou, je bent nu alweer zeven jaar onderweg. Ja, zeven jaar onderweg. Want je tiende heb je flinke bols. Net als papa. Net als papa, ja. Mm-hmm. Denk het wel. Laten we dat hopen, jongen. Nee, maar het wordt wel nog steeds voller. Het is nu al mooi. En je hebt heel erg mooi blond haar. Ja. Daar is mama echt heel erg jaloers op. Mama die verft het blond. Elke keer als hij ligt te slapen hoor ik ineens duimpje omhoog. Dat is de kat niet. Kijk, groot ben. Ja, ik trap er lekker in. Maar het lijkt me wel grappig. Ja, het lijkt me wel grappig, ja. Nou, de meisjes komen ook even kijken hoe het is. Lucilla, wil je ook kaal? Nee. Moet Lucilla ook nog een keer geknipt worden dan? Of dat nog niet? Ja, wil je de puntjes? Ze wil heel lang haar. Wil je de puntjes knippen? Dat is wel gezond. Heel gezond voor je haar. Of wil je dat ik een mooie vlecht bij je maak? Oh, dat mooie is wel leuk. Mooie prinsessenvlecht. Ja. Ja, wel een vlecht, hè? Dat gaan we dan doen. Oh, zo. Maar je puntjes zijn ook nog prima, hoor, liefie. Ja. Gaat hartstikke goed. Ik ga gewoon alleen maar achter de oor doen. Gewoon achter, ja, ze doet het gewoon achter de oor, de puntjes. Tante Mirjam die is bijna klaar met Luan. Ja. En papa die kwam met het geweldige idee om even lekker pizza's te halen. Voor de hele familie. En die gaat dus eventjes naar de pizzeria. Ja, lekker pizza halen. Twee margarita, twee fungi en twee four cheeses. Ja. Okay. Nou, yummy. Oké, tot zo. Gaan wij naar de pizzeria? Ja. Nou, Lucilla, die mag mijn papa voorin. We hebben het stoelenplankje op de stoel gezet. Nou, papa, ik kan hem even zitten daar. Oh ja. Zit je op het plankje in de vorm? Ja. We gaan naar de pizzeria. Gaan we naar de pizza's. Kijk, daar zie je menu. Hier hebben we een gelukkige pizzeria. Nou, nu ben ik bij de pizzeria. En ik had heel leuk opzoek gedaan. En nu denk ik, het is de pizza klaar. Hier zit papa. Ja, het duurt 15 minuutjes, Lucilla. Maar 8 pizza's en 15 minuutjes, zo snel kunnen we dat heus niet. Nee. Dus daarom is het dan te meer, we gaan maar naar de pizzeria. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo gedaan, hè? Nee. Papa en mama bakken ze altijd zelf. Dat is ook een keertje leuk, met de neefjes. Toch? Ja. Nou, zeg maar doeg. Doei. Wat zeg je dan? Dankjewel. Merci.
Daar gaan we dan. We hebben een kinderpizza. Met meisjescadeautjes. Ja, dit zijn de jongenscadeautjes. Kijk, jij mag kiezen nu. Welke vind je leuk? Drie jongensopties. Nee. Kom maar jongens. Nou. Ja, dat is gezellig. Gaan even lekker eten. Dat is een mooie pizzeria. Papa, heb je nog eens gezien? Oh, cool man. Veel cool. Nou, dat wordt smullen hè. Bij de kerstboom. Van tante Mirjam. En de neefjes. Nou, eet smakelijk. Krijg je nog een mooie invlecht. Het ziet er echt heel erg mooi uit, liefie. Je kan ook zo mooi stil zitten ook, hè? Ja. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet te abonneren en op het belletje. Zie je morgen weer. Doei. Doei. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Boem boem mee, dans mee en blijf.